Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wil voorlopig geen informatie kwijt over de ontwikkelingen rond de prijs van kookgas. Het vraagstuk komt wel binnen de regering aan de orde de komende dagen, zegt Abiyamofo. De vorige keer toen de regering is uitgekomen over gas, de ontwikkeling van de gasprijs, hebben we hele lange rijen gezien bij de verkooplocaties. Mensen konden dat onderscheid niet maken tussen kostprijs en verkoopprijs. En de kostprijs werd aangenomen voor de verkoopprijs. Dus het is op de agenda van de regeringstop vandaag. En hopelijk ook op de agenda van de regeringsvergadering. Indien de regering een besluit neemt, zal ik ook de eerste zijn, of misschien mijn collega van Economische Zaken, die eventueel nieuwe tarieven zal bekendmaken. Abiyamofo benadrukt dat de kostprijs van kookgas op dit moment nog steeds 565 SED is voor de 28 lips gascilinder. De consument betaalt daarvoor 48 SED. De commissie, die eerder heeft gekeken naar de kostprijs van elektriciteit, heeft zich ook gebogen over de prijs voor kookgas, zegt de minister. Dus de regering moet een besluit nemen. Wat gaan we doen met de gasprijzen? Houden we het op dit niveau? Dan moet de regering wel ervoor zorgen dat EBS de subsidie krijgt. Want wat op dit moment gebeurt, is dat EBS uit de elektriciteitsinkomsten gas subsidieert. En wanneer we niets eraan doen, dan is die subsidie op jaarbasis rond de 850 miljoen SFD. Dat is de subsidie van elektriciteit naar gasten. Abiyamofo zegt dat hij de opbouw van de kostprijs ook met de samenleving kan delen. De bijdrage van de Energietarievencommissie kwam naar zeggen van de minister ter sprake toen de discussie gevoerd werd over het bepalen van een eerlijke kostprijs voor kookgas. De kostprijs is dan ook eerlijk bepaald, zegt de bewindsman.